10 minuten van Tieners. Ik ben Leontien. En ja, dit is een special. Ik word het jaar 45. En ja, de aftakeling is begonnen. Alle tijdje is die al ingezet. Maar ja, het is nu toch wel echt tijd om er wat aan te gaan doen. Zo heb ik deze week op woensdag een hele leuke avond met een oud vriendinnetje van mij uit de ponytijd. Zij is zich helemaal vastgelegd op de anti-rimpel, anti-cellulite toestand. Ik heb jullie daar al een keer iets van laten zien. En dat ben ik nu een tijdje aan het gebruiken en ik ben er toch een partij enthousiast over. Je krijgt er hele mooie gladde benen van en het wordt echt, de putten die verdwijnen echt. En dat is best knap met die dikke stok van mij. Nou, I'm in pyjama's. Ik loop nog in pyjama. Nou, gisteravond is Chantal bij ons geweest. En die heeft allerlei het hele verhaal verteld achter de Bye Bye Cellulite crèmes en dergelijke. Ze heeft ook voor je gezicht en voor je buik en voor overal van. Nou, dat was heel leuk, want ik ken Chantal nog uit de ponytijd. Daar gingen vroeger samen op wedstrijd en ze hadden eigen pony en ik ook. En dan gingen we samen weg, was heel leuk. En om dan iemand zo lang niet te hebben gesproken, maar wel via Facebook te hebben gevolgd. En dan uiteindelijk alle verhalen te horen, is onwijs leuk. Ze heeft ook bij mijn zus en bij mijn moeder en bij mij ook de gezichtscremmetjes opgedaan. We gaan de voor- en de na-foto doen. En wat fotografeer je nou dan? Dicht bij het gezicht, bij de rimpels. Oké, kijk. En wat gaan we dan doen? Jij mag dadelijk ook, man. Jij mag dadelijk ook. Tuurlijk. Heb ik niks aan je vader? Gaat ja. Testing. Ah, je bent al vies kind. Zwart komt erop, zwart. Oh, dan doe je de helft, Chantal. Ja. Ja, hij is helemaal zwart, kijk, het is een vies kind. Ja. Deze is heel bruin, dus allemaal smerig is dat. Dat is allemaal vieselijk. Nee. Al die vakantie, wandelen, ik weet niet waar ik allemaal voorbij gekomen. Ja. Ja, goed hè? Ja, heerlijk. Dit is dan de extreme voor mensen. Die ga ik dan bij je ogen aanbrengen. Dat is voor dus de kraaienpoten? Voor hier, voor de oké. Okay. Ja. Die mag ook onder de ogen. Deze wel. Ja, 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 ja. Het is heel fijn, het zit in een pompje. En dat Eén pompje is gewoon. Zeg maar naar boven. Dan blijft het geen rest in. Vaak heb je van die pompjes. Blijf je zo'n vieselijkje als je dan weer de volgende dag doet, dan zit er eerst zo'n pulletje. Ja, dat is zo'n dus pompje wel heel fijn. Ja, dat is een pulletje. Ja. Ja, ik zit nu al verschil. Dan hebben we echt. Ja. Anti-monkey, anti-monkey. Wat? En dat doe ik zeg maar hier dan ook een beetje. Ja. Dat is dat liftend effect. Liften, dus liftend effect. Lift en fillen. Ja. Okay. Die doet fillen. Nee, ja. Nee, die, is het nou dezelfde als die je net hebt gedaan? Of heb je nou een andere? Nee, het is dezelfde. Oh, dezelfde. Ik wil dit wat meer licht hebben zo. Ja. Binnen apen. Want die apen. Oké. Okay. En dan wil ze dat nog vullen. Dan ja. Nog de face. Oké. Okay. En dat is ook zo'n klein en pompje. Dat is, beetje. Dat is ook zo'n klein pompje. Nou, dan kan je hem je voorhoofd wil je? Nee, mijn voorhoofd. Ik wil mijn voorhoofd. Ja. Ja. En mijn front. Mijn winterrimpel. Die ogen maken me niet zoveel uit. Dit wil ik.
Ben je dat? Je zit in een orchidee van hier. Ja. Ja. Ja, ik moet maar niet zo met die stem erop nemen. Houd erop. Bij Cellulite de gewone gebruik, maar daar heel erg rode benen van krijg. En wat lekker werkt natuurlijk, dat is hartstikke goed. Maar ze hebben nou een andere op de markt gebracht en dat is de Sensitive. Dat is deze. En daar zitten dus minder rode pepers in. Het is allemaal op natuurlijke basis. Dus je doet geen troep op je lijf smeren. Maar die mag ik gaan testen. Nou, is dat leuk of niet? Dus ik ga vandaag voor het eerst deze erop smeren. En hij is net iets dikker dan die andere. Hij ruikt eigenlijk hetzelfde. En ik ga, ja, ga het opsmeren. Kijk of hij het net zo goed doet. Testing, testing. One, two. Goedemorgen. Het is 30 graden. Het is bloedziekte heet. En ik ben aan het mesten. Dit is de situatie. Zeg maar, dus ik hoop een beetje bij te kleuren, want het ziet er natuurlijk echt niet uit. Ik wil jullie even een preview geven van mijn resultaat van de Bye Bye Cellulite crème. Beware. Nou, ik weeg natuurlijk over de 80, om te wel zeggen 87 kilo. Dat is heel veel. En door mijn lipoedeem val ik heel langzaam af. Dus er zijn 3 kilo af in 5 maanden. Ja, daar moet je weer blij mee zijn. Anyway, dat gaat dus heel langzaam de goede kant op. Maar ik ben dus nu al een aantal weken aan het smeren met de Bye Bye Cellulite, de Sensitive en de gewone. En ik moet zeggen dat de gewone met die rode peperschim, dat die echt, in mijn idee, echt wel meer doet. Misschien komt het omdat dat branden dan voor je idee meer doet. I don't know. Maar ik vind wel mijn linkerbeen is zeg maar met de Sensitive en mijn rechterbeen is met de gewone. En rechts was ook echt mijn dikkere been. En ik vind echt dat die er ook echt veel beter uitzien. Ik laat jullie even wat zien. Niet schrikken. Nou, niet schrikken. Dit is mijn rechterbeen. Vrij groot. Er zit nog cellulite, dus uiteraard, want dan kan het niet anders met zo'n dikke poot. Maar normaal gesproken was de gewone staande situatie, ik zal even demonstreren, dit, zo, nu duw ik het heel hard naar beneden. En zo was het gewoon. En nu, even opladen, even gewoon doen. Kijk, nu is het echt gewoon zoveel minder. En dan ben ik pas een week of, volgens mij 6 aan het smeren of zo. En ook niet echt elke dag, want ik ben niet zo heel goed daarin. Kijk, door mijn lipideem blijft dit dan heel lang rood. Maar anyway, dit is dus nu de situatie. En van bovenaf is het nooit een mooi gezicht. Kijk, zo zie je het ook. Zie je? Zo ziet het echt gewoon veel beter uit. Mijn onderbenen zaten altijd vol met putten en met bulten, ja, en die zijn gewoon echt helemaal weg. Dus ik heb voor mijn doen redelijk normale kuiten, ook al weeg ik zo zwaar. Dus ik ben er heel blij mee. En dit is links. Nou, ook dikke poot. En ja, het ziet er echt gewoon zo anders uit. Links is minder. Maar ja, dat was dus ook echt zo. Oh, zie je, dit is echt al veel minder. Zie je, als ik heel hard duw, dan zie je het nog wel. Maar zo was het dus in de gewone staat. En nu is het zo. Dus ik heb nog steeds dikke poten en nog steeds heb ik cellulitis. Maar het is echt, het scheelt gewoon echt centimeters. Het is ook niet echt heel goed gefilmd. Maar ik ben er wel echt heel blij mee. En het scheelt echt centimeters. Want mijn rijlaarzen gaan echt super makkelijk aan nu.
ook al is het heel heet. En het werkt gewoon op je bindweefsel. Dus ja, weet je, ik zou het gewoon een keer proberen als ik jullie was. Want het is echt de moeite waard. Ik heb het ook op mijn buik gesmeerd en ook daar zie ik echt heel veel verschil. Ik meet niet en zo en ook, ik heb ook geen voorfoto's, maar geloof me op mijn blauwe ogen die ik niet heb. Dus dat. Wil je meer informatie, ga dan naar mooilife.nl. Daar zie je allerlei foto's van voor en na, weet ik veel. En het is echt niet gefotoshopt, whatever. Het is echt waar. Dus nou dat. Veel plezier ermee. Waarom ik dat vingertje doe, weet ik ook niet.